Ja, ze zijn er weer, asperges. Vandaag was traditiegetrouw de officiële opening van het nationale aspergesseizoen. Dit jaar werd het witte goud op sprookjesachtige wijze gepresenteerd in de Efteling. Voor het eerst in lange tijd geen volle grond asperges tijdens de opening. Te gast zijn Bart Benders van het Nederlands Aspergescentrum en Richard Wilms, directeur van Acera, dat zich richt op de teelt van asperges. Heren, welkom. Richard, een moeilijk jaar voor de asperges? Nou, ik denk niet een moeilijk jaar, maar in ieder geval een langzame start. Ja, want? Ja, het is hartstikke koud natuurlijk. Kunnen ze niet zo goed tegen, willen ze niet echt groeien. Maar de weergoden hebben ons ingefluisterd, vanaf zondag gaat het helemaal goed komen. En dan zijn er weer volop asperges verkrijgbaar. Dus ze krijgen een groeispurt en we kunnen binnenkort lekker eten. Ja hoor, absoluut. Wat doet dat met de prijzen, Bart? Ja, het koude weer zorgt voor hele hoge prijzen, omdat er gewoon heel weinig aanbod is. Bijna geen zelfs. Dus laat ze maar komen. En dan, op social media wordt steen en been geklaagd over de torenhoge aspergeprijzen. Ja, klopt. Ja, dat is gewoon veel te weinig aanbod. Maar het gaat goed komen, hebben we net gehoord. Ja, we staan op knallen. Ja, je hebt kasasperges en volle grond asperges. Wat is het verschil? Nou, niet zeggen, ja, de kas komt uit de kas en de volle grond uit de grond. Maar denk aan grote smaak. Een kasasperge is natuurlijk verwarmd. Hè? Is daarmee meestal ook eerder dan de volle grond asperge. Nou goed, eerder betekent vaak ook wat duurder in aanschaf voor de consument. Maar ja goed, tot nu hebben we dan kasasperges gehad en dat gaat nu langzaam over op volle grond asperges. En qua smaak? Ja, de kasasperges zijn over het algemeen wat malser. Maar of dat nou lekkerder is, dat is echt een kwestie van smaak en dat is heel persoonsgebonden natuurlijk. Nou, smaak valt niet te twisten natuurlijk. Precies. Bart, waarom blijft de asperge zo'n bijzondere groente? Want er zijn veel organisaties die zich met de asperge bezighouden. Ja, dat klopt. Ja, dat is een heel kort seizoen. Dat is echt een belevingsproduct ook. Ja, dat is maar 3 maanden natuurlijk dat het verkrijgbaar is, vers. En daarom hangen we er allemaal zo aan. Ja. Want je ziet mensen compleet in prachtige tenues die asperge bijna aanbidden, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij wordt ook de koningin onder de groente genoemd, dus of niet? Ja, koningin van de groente of het witte goud. En met name die beleving rondom dat product van asperge, die is in Nederland echt uniek. In Duitsland hebben ze dat ook nog een beetje, maar in heel veel andere landen is het gewoon een andere groente. Ja, je zei het ook al, het is echt een belevingsproduct. Ja, ja. Maar we kunnen ze wel het hele jaar krijgen. Toch hangen we het allemaal een beetje op aan dat korte seizoen. Ja, kijk, de echte Nederlandse asperge is natuurlijk alleen maar echt in het seizoen van april tot en met juni. En daarna houdt het weer op en dan moeten we weer wachten tot 9 maanden later. En dan zie je ook in restaurants, hè? Die pakken dan ook goed uit, want ze zijn er weer. Is er genoeg innovatie? Bart? Ja, zeker. Ja, maar het is ook, de consument wil ook vooral maar het traditionele gerecht. Maar er zijn gerechten genoeg die daarvan afwijken, ja, zeker. Ja. En kun je iets noemen wat er bedacht wordt? Ja, gewokte asperges met mango of dat soort dingen. Ja, of teriyaki of noem maar op. Het is zoveel mogelijk om het te combineren. Hoe noemde jij dat gerecht? Teriyaki, met teriyaki. Oh ja. Heerlijk, of krijgen honger. Ik zie mensen hier om ons heen ook al allemaal tomatenloop in de mond. Wat doen asperges tijdens de rest van het jaar? Nou, aspergetelers zijn natuurlijk het jaar rond met hun product bezig. En dat moet resulteren in 3 maanden oogst. Maar na de oogst, dus na 24 juni, dan gaat die asperge natuurlijk doorgroeien. Dat wordt een vol gewas. Dat gewas dat heeft verzorging nodig om het jaar erop weer vol op productie te kunnen leveren natuurlijk. En daar is hij het hele jaar door mee bezig? Daar zijn ze het hele jaar mee bezig, ja. Ja, vandaag was de opening in de Efteling. Hoe was dat? Ja, waanzinnig. Nee, echt hartstikke leuk. Het was echt, we hebben hem aangekondigd als een sprookjesachtige opening, sprookjesachtig lekker. En dat was ook echt, ja. En voor jou? Ja, jullie zijn allebei geweest, hè? Ja, klopt. Ja. Hey, beschrijf zo'n dag, zo'n moment daar. Is het dan zo, nou, hier is de koningin onder de groente, de asperge, klaar? Of hoe gaat dat? Ja, er wordt een aspergeambassadeur uitgeroepen. Dus dat is ieder jaar weer een andere bekende Nederlander. En dit jaar was het heel bijzonder omdat het in de Efteling was en... Ja, dat de vaak hier, die begon op zijn fluit te spelen. En toen kwamen de asperges omhoog, dus dat was wel een heel mooi moment, ja. Ja. Als Lange Jan uit de Efteling. Ja, zoiets, ja. Ja. Ik heb misschien een beetje een rare vraag, mannen. Maar als je asperges gegeten hebt, dan ruikt je urine, je plas altijd een beetje raar. Hoe kan dat? Nou, in de asperges daar zitten zwavelhoudende stoffen. En die gaan in je lichaam gaan die in verbinding aan. En ja, goed, het kan zijn dat mensen dat inderdaad bij het plassen ruiken. En niet iedereen heeft daar last van, niet iedereen ruikt het ook. Maar ongeveer 60% van de mensen heeft inderdaad een zwavelachtige geur bij het plassen. Ja. Hey, dat oogsten, hoe gaat dat? Die asperges steken op een gegeven moment letterlijk hun kopjes boven de grond en dan is het is klaar. Dan kunnen we oogsten. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk meerdere tiltsystemen. Maar over het algemeen ligt er tegenwoordig folie over het aspergebed.
De asperges begint te groeien, laat zijn kopje zien. De teler tilt de folie op en kan die asperges oogsten. Hebben jullie enig idee hoeveel kilo er in Brabant geoogst wordt? Nou, over kilo's zou ik het niet weten. We hebben ongeveer 1000 hectare in Brabant. Ja, ik bedoel, we kunnen allemaal rekenen, maar dan zou ik de som even opnieuw moeten maken. We gaan niet rekenen. Nee, precies. We kunnen erop rekenen dat het gewoon heel lekker is. Zijn jullie liefhebbers van asperges zelf? Ja, zeker. Hoe eet jij ze het liefst, Bart? Gekookt met een beetje Parmezaanse kaas. Ja, het gekookte is het traditionele. Ja, en ja. Het Parmezaanse, dat is een beetje het Zuid-Europese toefje. Ja, ik vind het wel lekker erbij. Ja. Een beetje met een beetje boter. Beschrijf de smaak. Dat de kijker denkt, dat ga ik proberen. Schrijf de smaak. Ja, probeer een beetje lekker. Uniek, ik kook een asperge en dan strooi ik die Parmezaanse kaas. En die zie je dan langzaam smelten over het. Ja, ze moeten niet te zacht gekookt zijn. Ik vind het lekker om het gewoon een paar minuutjes te koken. En dan nog een paar minuten nagaren in het kookvocht. Dan vind ik het echt. Dat zijn de tips. En dan die Parmezaan erover en dan heerlijk. Ja, super. Heerlijk. En jij? In een soepje? Nou, nee, niet in een soepje. Maar goed, ik heb 3 kinderen. En mijn kinderen vinden asperges heerlijk. Maar die vinden ze nog lekkerder als we ze gaan wokken. En klaarmaken met wat fruit. Hè? Ananas, mango, aardbei, noem maar op. Het kan echt allemaal samen. Heerlijk. Klinkt goed. Ja. Kijk, zin in. Dankjewel, mannen. Graag gedaan. Heerlijk, dankjewel.